Ik ben zo benieuwd. Dit gaat niet normaal worden. Ik zie Shrek hier. Oh nee. Waarom doen we dit? Kunnen we hiermee stoppen? Dames en heren, heb jij je wel eens afgevraagd hoe Disney-prinsessen eruit zouden zien als ze echt waren? Ik heb het voor je gevonden. Dit is een sikke artiest op Instagram. Met een ingewikkelde naam. Ze maakt geweldige dingen. Bijvoorbeeld dit. Je hebt Elsa. Ze maakt hem even naakt. Oh, ze maakt haar even naakt. Wacht even hoor. Ze geeft haar nieuwe kleding. Ze geeft haar een sikke, gewoon een spijkerbroek met scheur. En gewoon inclusief scheur. Hallo, ik ben je oma. Wat heb je verbroken aan je broek is kapot? Halalala. Hoe gaat dat eruit zien op Elsa? En ik denk, ongelooflijk goed. Een Louis Vuitton belt. Niet normaal. Clean schoentjes met wat accessoires. Wat normalere lip met een lipstiftje. Ik ben zo benieuwd. Dit gaat niet normaal worden. Show me de Elsa. Louis Vuitton. Oef. Ja, ze is wel rijk geworden natuurlijk van al die Disney films. Ongelooflijk. Ongekend. Ze maakt dus zoveel vette dingen. We gaan kijken. Ik zie hier Assepoester. Ik ben benieuwd. We gaan Assepoester. Oh! Waarom doet ze Assepoester elke keer helemaal uitkleden? Dat is niet oké. Okay. Een soort salsa danspakje krijgt ze aan. Wel het meldje nog. Ik ben benieuwd. Ze laat ons zo lang wachten. Oh, ze maakt haar kaal. Sure. Gewoon een ander kapsel geven of zo. Oké, Assepoester. In haar nieuwe volle glorie, dames en heren. Nieuwe volle glorie. Wauw. Onherkenbaar, of niet? Onherkenbaar is toch niet normaal? Maar natuurlijk, we gaan Fiona even aanpakken, dames en heren. Ho, heb je ooit een halfnaakte oger gezien? Nu wel. Dit gaat er sowieso gek uitzien, want ik bedoel, Fiona is sowieso echt een heel erg gemaakt karakter. Omdat natuurlijk een groene oger en die hele groene, gelige huidskleur is denk ik gewoon... Het ziet er sowieso denk ik een beetje neppig uit. Maar we gaan zien wat ze ervan gaat maken. Ze geeft het een soort van korte, pittige broekje geeft ze het. Als ze de echte Fiona had gebruikt, non-Shrek, was het misschien ook heel erg sick geweest. Maar ze wil natuurlijk wel een beetje het bekende karakter pakken, want dat pakt natuurlijk ook de meeste views. Fiona necklace. Oh, een Porsche. Fiona Porsche. Dat is... Ja, deze is gek. Deze is wel een beetje gek, of niet? Oh, ze heeft Fiona ook nog normaal. Oh, Fiona normaal gedaan. Misschien wat meest satisfying dat ze elke keer die kleding zo wegveegt en dat ze dan gewoon in hun ondergoed staan. You wish. You wish you could do that. Ze geeft het een mooie jurk of zo. Maar ze had al een jurk aan. Dus ik weet niet waarom ze nou weer een soort van jurk geeft. Ik denk dat het leuker is als je er een beetje echt gewoon normale kleren geeft. Het is sowieso wel heel erg leuk bedacht überhaupt. En we zijn bijna klaar. Nog even wat ringetjes en accessoires. Een kleine blush. Jezus, die vond ik niet zo. Maar dat kan smaak zijn. Kleine zeemermin. De kleine zeemermin. Laten we ze... Oh! Oké, okay, eventjes die cheekbones even wat breder maken. Even die buik wat breder... Wat? Waarom... Oh, ze maakt er een normaal mens van. Maar wel iets dikker of zo. Ze maakt er wat dikker. Oké. Okay. Geeft er wel een normale broek en geen vinnen meer. Oh ja. Wat doet ze nou? Ik ben benieuwd wat ze dan met die haren doet, want die had ze net weggeveegd. Ze geeft wel elke karakter een beetje een soort diezelfde lip highlights en zo. En volgens mij heeft ze wat presetjes voor wat, ja, dit bijvoorbeeld. Het is wel echt gewoon een bepaalde stijl die ze elke keer aanhoudt. Dan maar wat accessoires en dan weer een beetje nagels doen en... Oh ja. Wow, holy shit. Zo anders? What? Ik weet niet waarom, maar ik weet gewoon niet meer hoe ze heet. Is dit Assepoester? Oh nee, Belle. Dat is Belle van Belle & Beast natuurlijk. Oké, okay. Laten we kijken hoe ze Belle van Belle & Beast aanpakt. Eigenlijk wil ik ook nog wel iets zien zoals Peter Pan of zo, weet je wel. Dat zou wel sick zijn. Snap je? Belly en het beest. Leuk. Wauw. Bizar. Oké, okay. Zullen wij ook een poging wagen, dames en heren? Ik zie volgens mij geen Peter Pan ertussen. Ik zie wel SpongeBob. Die wil ik zien. Ze gaat SpongeBob aanpakken. Wat gaan we ervan... Oh! Oké, okay. SpongeBob ging naakt. Wow, ze maakt een vrouwelijke variant van SpongeBob. Met sick boobs. Dat heeft ze wel goed gedaan, die blik. Oh, en de ogen verplaatsen. Wow, ik vind dit nu al leuk. Deze is nu al goed. Ik vind alleen die tasjes elke keer met die... Die veel te high-class tasjes, die zijn niet per se nodig of zo. iPhone'tje erbij. Een Patrick tattoo. Dit is echt... Dit is een gratis karakter voor ze. Wat verschrikkelijk. Oh, 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 wat vreselijk. Hadden we deze al gehad? Sneeuwwitje? Sneeuwwitje hadden we nog niet gehad.
Holy shit, wat? Wow, she thick. Oeh. Ja, je moet er maar aan denken. Die glitterdingen elke keer. Ik weet niet wat ik daarvan vind. Ik wil juist zien hoe ze zijn als ze normal people zouden zijn. Snap je? Als ze echt gewoon die normal vibes zouden hebben. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Zoals een beetje die eerste. Gewoon normaal jasje. Een normale broek. En een normaal shirtje. Dat vind ik nou weer lachen. Kettinkje. Nog een kettinkje. Nog een kettinkje. Gucci bag. Shoppings, hè. Oh mijn god. Minnie Mouse. Die moeten we zien. Minnie, daar ga je, Minnie. Je gaat aangepakt worden, Minnie. Het spijt ons. Wat gaat ze aankrijgen? Gaan ze een mannelijke versie maken? En dan wordt het gewoon Mickey. Wait. Ah, dit is nu al leuk. Even een beetje wat stipjes en extra dingetjes. Geef ze nou een lolly? Oh, ze maakt allemaal wel dikkere modellen van heel veel dingen die ze maakt. Dat is wel interessant. Ik zie Shrek hier. Oh nee. Waarom doen we dit? Kunnen we hiermee stoppen? Niet de Shrek, jongens. Not Shrek, please. Laat hem met rust. Dit is niet wat we willen. Even wat highlights geven, wat glitters. Dit is niks voor Shrek, jongens. Dit moeten we Shrek niet aandoen. Laat die man nou met rust. Hij wil dit niet. Hij wil geen neusring. Hij wil geen lippenstift op. Hij wil niet nieuwe haren. Waarom doen we dit? Wat een slecht idee. Oh nee, Shrek, je wilde nog in die swamp blijven, zo lekker gewoon blijven. Oh, wat vreselijk. Er is ook een part 2. Oh, ze gaan nu beginnen met Donkey. Niet Donkey. Niet onze Donkey. Oh, gaat ze de tanden aanpassen? Ze gaan een beugel geven. Dat is wel lachen. Ik vind deze nu al beter. Ik bedoel, why not, hè? Waarom geven we Donkey niet gewoon een fabulous makeover? Gewoon een fabulous makeover. Tasje erbij, sexy. Oh ja, die is echt top. Ja, nee, dat is echt nice. Moana, gaat ze Moana aanpakken? Ja, ze gaat... Oh, ze gaat er... Wat gaat ze ermee doen? Ze gaat er een ontzettend sexy pakje geven, volgens mij. Ze gaat er gewoon iets helemaal anders van maken. Ik ben dan benieuwd hoe lang ze hier echt mee bezig is. Dat heeft ze nergens staan of zo. Ik denk dat ze er een soort Catwoman van maakt. Gewoon van Moana. Maar dan, hé hey man, we gebruiken jouw model voor Catwoman. Ik denk dat ze daar niet zo... Oh jee. Oh jee. Well, dat is ze. Aladdin en Jasmine gaat ze hier doen. Nou, ben benieuwd wat ze er allemaal gaat aanpassen. Hoeveel Gucci Louis tasjes gaat ze krijgen? Oh, ze maakt er gewoon een normaal koppel van. Het heeft gewoon wat nette zwarte kleding. Kijk, dit is wat ik zoek. Nog steeds wel een beetje overdressed, maar wel wat norm... Oké, never mind. Ze pakt de glitters er alweer bij. Het is te laat. Een tattoetje? Nou, dat ziet er goed uit. Nou, op zich. Dat is best nice. Komt hij erbij? Deze is nice. Dit is niet zo overdressed. Dit ziet er goed uit. I like that. Waarom gaan we Tom en Jerry aanpassen precies? Maar we gaan er gewoon iets van maken. Dus inclusief mondkapje. Hey, dat is goed. Dat is goed. Acknowledging, hè. Oké, Jerry eventjes een patatje geven. Het patatje gestolen natuurlijk. Patatje gestolen van Mackie. Ongelooflijk. Wie is dat dan? Wie is dat? Dat is... Wacht, je hebt toch Tom en Jerry en dan nog iemand? Tom, Jerry en de Harry. Dit is niet Jerry. Shirtje aan. Hungry boy. Hij is heel boos. Ik weet nou niet wie dit voorst is. Maar er is gejat. Dat is iets wat zeker is. Dames en heren, wil jij ook deze dingen zien? Check dan sowieso eventjes de artiest op Instagram of TikTok. En dan was dat het wel weer, denk ik, voor vandaag. Was geinig. Ik vond het leuk om eventjes te checken. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop je de volgende keer weer te zien in een nieuwe video. En dan gaan we gewoon weer lekker door. Klik op die filmpjes hier naast mij als je gewoon weer lekker door wil klikken. Psst.